gemeenschap uit zo. Een vakje openmaken. Welkom tevoren, ga ik nu niet zeggen, maar dat zien jullie binnenkort op Instagram. Of weer laat dat in het licht. Hollandse Pop! Zo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en ik ga het vanaf vandaag een beetje anders doen. Ik dacht, laat ik voor het eerst in mijn vlogcarrière. Nee, geintje, laat ik voor het eerst een keer een weekvlog opnemen. Ik heb dat nog nooit gedaan, omdat ik altijd zoiets had van het is saai als ik elke dag film, aangezien ik niet elke dag iets leuks doe. Maar goed, na dit een aantal keer gezegd te hebben tegen verschillende mensen, zeiden ze, ach, probeer het gewoon, want we kijken allemaal vlogs van mensen die gewoon de hele dag niks doen. Dus ik dacht, ik ga vanaf vandaag is dus maandag, tot zondag een hele week lang vloggen. En kijken of het leuk is. Zo ja, dan doen we het vaker. Dus ik neem jullie deze week mee en ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan gaan we natuurlijk weer eventjes de kerstboom aanzetten. Zo. Nou, ik heb me inmiddels aangekleed en opgemaakt. En ik ga eens eventjes proberen om krullen in mijn haar te maken met de steltang. Dat is me nog nooit gelukt. En ik heb het al 100 keer geprobeerd. Maar ik dacht, ik ga het weer eens even een keer proberen. Overheen. De plukhaar breng ik naar me toe. En doe ik tussen de steltang. Dan doe ik de steltang iets omhoog. En dan trek ik de steltang met de plukhaar dus langzaam naar beneden. En doe het langzaam zodat je haar goed in contact komt met eten. Oké, ik kan wel stellen dat het niet is gelukt. Hier heb ik één goede krul zitten. Dit is echt een hele rare boel. Waarom kan ik het niet? Het lukt me gewoon niet. Zo, ik ben op dit moment dus een hele outfit aan het uitzoeken die ik ga verkopen. Want ik heb een leuke samenwerking met United Wardrobe. Even kijken. Maar hier kun je dus heel makkelijk je tweedehands kleding verkopen. Het enige wat ik nu nog moet is een jas om deze outfit compleet te maken. Maar ik weet dus niet welke jas. Ik wil eigenlijk niet iets wegdoen. Oké, ik ga eventjes voor jullie in mijn kast duiken om te kijken of ik een mooie jas kan vinden om deze look compleet te maken. Dus dit is de complete look die jullie straks kunnen kopen. Of als dit online staat, dan is het misschien al uitverkocht. Weet ik niet. Ik zal eventjes een linkje hieronder plaatsen, dat jullie wel sowieso op mijn pagina terechtkomen van United Wardrobe. Shit, 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 zooi. Onze wasmachine die is gewoon kapot. Ik was net het beddengoed aan het wassen. En ik hoorde wel een heel hard lawaai uit de badkamer. Dus ik dacht, ik ga even kijken. En toen rook het helemaal naar verbrand plastic. Dus ik heb hem direct uitgezet. Ik dacht, zometeen vliegt de boel hier in de fik. En dan zijn we nog verder van huis. Dus ik kon uiteindelijk de wasmachine open doen. En er zat allemaal gruis in. Allemaal verbrand plastic. Dus ik heb eventjes onderzoek gedaan op internet. En het blijkt dat dit gewoon niet te repareren is. Of wel te repareren is, maar dat het vaak nog duurder is dan een nieuwe wasmachine kopen. Dus we moeten een nieuwe wasmachine kopen. Jongens, ik probeer een manier te vinden om mijn camera in de auto ergens neer te zetten. En dit is nu de enige manier. Maar nu kan ik dus alleen maar rechts sturen, anders dan zie je hem niet. Het ziet er best schattig uit zo. Wat een lekker cameraatje. Lekker, hè? Ik film nu dus met mijn nieuwe Nikon. Bla bla bla. Geen idee hoe die verder heeft. Nikon Coolpix. Coolpix. Zo, ik heb me inmiddels omgekleed in mijn outfitje voor United Wardrobe.
Daar staat Arnie met mijn auto. Die gaat ook eventjes haar foto, of hoe heet het, telefoon pakken. Dit is dus de plek waar we foto's maken. Mooie deurtjes. Oh jongens, wat ben je bruin. Wij zijn echt duur pedantisch samen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ben aan het wachten op een nieuwe wasmachine die wordt geleverd. Heb ik heel snel geregeld. Gisteren nog om 11:30 besteld. En zometeen om 10:30 wordt hij geleverd. Super handig. Hij is mooi. En ik hoop dat hij het goed doet, want dat is het belangrijkste natuurlijk. En vandaag heb ik verder niet heel erg veel op de planning staan. Ik ga zometeen eventjes wat werken, even wat e-mails doen. Eventjes een beetje opruimen. Of naar de woonkamer heb ik gisteren gedaan. Maar ik moet nog eventjes mijn kledingkast een beetje fatsoeneren. Kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. En een nieuwe wasmachine is er. Gisteravond besteld, nu al in huis. En hij is nu even een testprogramma aan het draaien. En dan kan ik zo meteen weer wasjes draaien. Super chill. Mijn computer is zo schoon en ik heb een nieuwe nodig. Ja, mijn laptop die is nu inmiddels 5 of 6 jaar oud. Het schiet gewoon echt niet op. Hij is zo intens langzaam. Dus ik moet eigenlijk een nieuwe kopen. Misschien wel verstandig om dat nog dit jaar te doen. Maar ja, ik heb net ook al een nieuwe wasmachine gekocht. Kan niet door blijven gaan natuurlijk. Dus even kijken of ik dat nog wel nu ga doen. Of dat ik dat toch nog eventjes moet uitstellen. Beter licht. Hey. Ik heb eventjes gewerkt net. Ik heb al een deel van deze vlog geëdit. En ik ga nu eventjes boodschappen doen. En dan Noors uitlaten. En dan komt Leon weer thuis. En ga ik even lekker een lasagne maken. Dus ik weet niet of ik jullie nog zie vandaag. Misschien tot zo. Anders tot morgen. Doei! Yo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is ongeveer 9 uur voor zometeen. Ik ben Noors wandelen. Ik heb me helemaal aangekleed. Ik heb een nieuwe outfit aan van Samsung. Zal ik jullie straks even filmen. Ik heb gisteren 2 hele grote pakketten binnengekregen. En dat hebben we nog niet gefilmd. Maar dat kan ik niet meer doen. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekregen van Samsung. Het is nog een beetje donker buiten, dus ik weet niet of je het kan zien. Maar dit truitje van Cashmere. Van die hele lange mouwen. En een donkerblauwe jeans. Deze kleur. En een beetje zo'n straight model. Is eigenlijk een beetje te groot, maar op zich kan het wel. En heb ik deze broek ook in het zwart. En dit jasje. Heel erg leuk. Ook nog een cashmere truitje. In het roze. Heel fijn kleurtje. En dan nog een trui. In die kleur. Het is een beetje oversized met een kool. En dan een rits aan de voorkant. En last but not least. Deze. Te leuke. Ik vind hem heel leuk. Korte winterjas. Ik heb geen idee of jullie dit kunnen zien hoor. Want het is volgens mij een beetje donker. Maar het is een kort jekje met van die knopen. Nou, groen. Helemaal leuk. Ik ben heel blij. Echt super leuke items. Ik ga nu even een ontbijtje maken. En Noors uit laten. Ciao. En wie hebben we daar? Noors, die zit weer mooi op zijn troon. Goedemorgen, lieverd. Goedemorgen, knorrenpot. Even een lekker ontbijtje. En deze tas ga ik gebruiken vandaag. Dit is mijn lieve, lovely Chloe die ik in Londen kocht. Hey jongens, ik heb de hele dag niet gevlogd. Ik was in de winkel vandaag, dus ik had de camera niet meegenomen. En ik heb wel weer 2 nieuwe leuke dingen gekregen. Ga ik jullie eventjes laten zien. Deze dag die bestaat alleen maar uit cadeautjes krijgen ongeveer. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Het hier neerzetten. Even op de knieën. Zo.
eerste is dit leren jasje van Justus. Super leuk. Ik heb heel veel leren jassen. Maar dit is een beetje een peach licht roze-achtige kleur. En zoals jullie gisteren hebben kunnen zien, ben ik helemaal fan van roze. Dus ik vind deze echt heel erg leuk. En als tweede... Sorry, ik heb net waterkoker aanstaan. Deze donkerblauwe trui. Gewoon een lekker truitje met een V-hals. En een beetje een dik prijssel. Dus ik ben weer blij. Dankjewel, Justus. En ik ga nu eventjes eten maken. Leon die eet niet thuis vanavond. Dus ik heb nog lasagne van gisteren. Dus misschien ga ik dat eten. Hoi schatje. Love you. Love you. Dus ik ben gezellig met Noortje thuis vanavond. Ik moet echt meer lichten, want dit werkt niet. Dus ik ben gezellig met Noortje thuis vanavond. En ik ga lekker chillen. Lekker filmpje kijken of lekker serietje kijken. En vandaag gaan we weer een vakje openmaken. Van de H&M kalender. Met vandaag deze glitternagellak. Nice. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, Anne, schatje. Ben je lekker aan het eten? Wij hebben ook net het eten op. Het is vandaag... Wat ben ik geel? Want ook blauwer? Nou ja, maar ja. Het is vandaag donderdag en ik vertrek zo meteen naar Alkmaar toe. Oh, lieve vrienden. Je veet is het los. Hi Anne. Hi Lisbeth, wat een mooi licht. Ja. Nou jongens, we zijn in Alkmaar aangekomen. En zoals ik zo straks al had gezegd, gaan we dus naar 786 Rutsch. Dat is een leuke winkel hier in Alkmaar, waar ze allemaal hele mooie merken verkopen. En we gaan daar eventjes een beetje shoppen. En het leukste van alles is dat ik ook voor jullie wat gaan shoppen. Dus binnenkort komt er een hele leuke giveaway online. En hoe ik deze ga doen, of dat nou via Instagram gaat, of misschien wel via mijn vlog of een extra video, I don't know. Binnenkort komt er dus een hele leuke giveaway. So, stay tuned. Yeah, vloggen! Hallo allemaal, nou ik sta inmiddels hier voor de deur en ik ga eventjes een paar leuke meiden aan jullie voorstellen. Hallo. Lulu. Stel jezelf even voor. Ik ben Janneke. En wie is Janneke? Fridge. Janneke is Fridge. Jij moet jezelf ook nog even voorstellen. Janneke is al geweest. Oh ja, nu ben ik. Ja, ik ben Tessa. Hi Tessa. Hi. En wat doe jij hier bij Fridge? Ik doe een webshop eigenlijk. Okay. Ik sta één dag in de winkel. Ja? Maar in principe eigenlijk alles online. Okay. Dus je kan ook heel goed bij ons online shoppen. Je hoeft niet per se alleen bij de Alkmaar. Het is een hele goede reclame wordt hier. Ja. Sluitreclame. Het ziet er hier echt super mooi uit. Ik zal even filmen wat ik aan heb trouwens. Ik heb een muts van Acne op, een trui van Justus. Die heb ik gisteren nieuw gekregen. En deze broek van H&M en laarsjes van Isabel Marant. En die heb ik hier ook vandaan. Ze verkopen hier dus onder andere Isabel Marant, Lanvin, Acne. Wat hebben we nog meer? Oh, Alexander Wang. Maar Anrieke wil nu eventjes een leuk jasje presenteren. Die ook leuk. Ja. Van Anekdoot. Dat hebben ze ook. Ook heel erg mooi. Wauw. Even kijken. We gaan nu even naar de overkant. Want hier hebben ze meer de sportieve afdeling. Met alle sneakers. Hier ook wat merkjes. Dus hier gaan we ook eventjes een kijkje binnen. Nou jongens, zoals ik net al zei, gaan we een hele toffe giveaway doen. Eén van deze tassen kan binnenkort van jullie zijn. Welke het gaat worden, ga ik nu nog niet zeggen. Maar dat zien jullie binnenkort op Instagram of in een vlog. Weet ik nog niet. Zie je binnenkort voorbij komen. Welke zou het zijn? Yay! Ik ben geslaagd! Dankjewel voor alles. Veel plezier in de Zo, dat was super gezellig.
En we zijn heel goed geslaagd allebei. Superleuk. Dus dat ga ik misschien vanavond, anders morgen, jullie wel eventjes laten zien. Maar nu eventjes een lekker tentje opzoeken of eventjes een leuke foto maken. Een hele goede morgen allemaal. Het is wel vrijdagochtend en het is 9 uur of zo. Ik heb me helemaal klaargemaakt en ik ben eventjes aan het swiffelen as we speak. Iets wat ik elke dag doe, aangezien wij een hond hebben en die haart nogal eens wat. En we hebben een witte vloer, dus ik moet wel geswifferen. Helaas was dit bedje vanochtend leeg, heel saai, want Noors die heeft bij de oppas geslapen. Dus, want daar blijft ze vandaag ook nog namelijk. Dus was altijd heel saai thuiskomen ten eerste, maar ook heel erg saai wakker worden. En ik heb vandaag een nieuwe jasje en trui aan van Samsung. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. En man, nu ik blond ben, vind ik het ook wel leuk staan. Ik moet alleen wel naar de kapper, want ik heb een ontzettende uitgroei. Ik vind het niet heel erg hoor, maar ik wil wel gewoon eigenlijk weer mooi blond vanaf het begin. En ik moet even zilver shampoo kopen, want ik vind het niet erg dat het niet heel cool is van kleur, maar het begint nu wel heel warm te worden. En ik zou jullie nog eventjes laten zien wat ik gisteren heb meegenomen bij Fridge. Dus komt ie! Kijk eens even hoe mooi is deze tas. Hoe mooi is deze tas? Dit is de sugar bag van Lanvin in het rood. Hoe kan ik dit goed laten zien? En ik vind hem echt fantastisch. Hij is echt super super mooi. Er kan echt vet veel in. En het is een schoudertas, dus hij valt gewoon om je schouder. En hij is wel groot, maar het staat wel gewoon mooi om je schouder. En binnenkort zien jullie hier sowieso een mooie outfit mee. En daarnaast heb ik nog deze te gekke broek van... Oh, ik ga het laten zien. Deze te gekke broek van Avalon. Dat is een leren pantalon, een beetje baggy. Van die kniestukken. En hier heeft hij ook van die rosé kleurige ritsjes. En aan de bovenkant echt gewoon hoe een pantalon eruit ziet. En met lusjes, heel chill. Hierachter staat dus de tas die ik ga weggeven binnenkort. Ik laat nog steeds niet zien welke het is. Het is een verrassing, maar hou sowieso mijn Instagram in de gaten. Want daar komt dus binnenkort een hele gelukkige winnaar van de Michael Kors tas. En voor de verliezers is er ook wat leuks. Dus hou mijn Instagram, Moderosa, ook in de gaten. Ik ga zo meteen even naar de apotheek toe. En vanavond komt Annelieke eten. We gaan hutspot maken en dat is haar favoriete hapje, zeg maar. Wow, happy sunshine. Zo. Ik ga toch niet naar de apotheek toe, want ik had eventjes gebeld en ze hebben de pil niet op voorraad. Dus ik ga nu naar de winkel. Al een zooi mee. Ik ga vandaag een dagje in de winkel werken voor Maaike. En ik ga jullie meenemen. Dus even een toertje geven door bij de winkels. Want Leon heeft dus ook een winkel. En ik ga nu lekker op mijn fietsje de stad in. Doei! Ja. Nou jongens, daar ging dus net gewoon mijn tas. Ken je dat je gewoon weet dat het misgaat en dat je het toch doet? Nou, het is wel balen, mijn laptop zat erin, dus ik hoop dat hij het nog doet. Merry Christmas! Het ziet er heel gezellig uit. Ik ga Leon even een kusje brengen. Tot. Leon is ook bezig met de kerstversiering. Die gaat mooie nep sneeuw in de etalage doen. En hier bij dames hebben we de kerstboom al gezellig staan. Kerstcadeautjes. De eerste is van Zalando. Verla tas in het lichtroze. Ik ben helemaal into pink. Spannend. Nou ja, deze pantalon. Lala. Ook heel nice, een bijpassende riem. Eet een Christmas dress. Ik ben lekker
stamppot aan het maken. Hollandse pot! Hey! Hey. Oh, het is gewoon een Argentijnse pot. En een lekker Argentijnse pot hier ook. Hi jongens, het is weer zover. We zijn weer in onze favoriete winkel. En die met een heel leuk potlood. Potloodje. Wat is dit echt? Een potloodkussen. Een potloodventer. We hebben ook een tandborstel. Zoals altijd gaan we naar huis met snoep en kaarsen. Oh, kaarsen. Snoep en kaarsen. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag en ik heb net klaargemaakt. Het is 10:45 en ik ga nu even naar de stad toe, naar de Sissy Boy, want ik wil graag nieuwe kussens kopen en het schijnt dat ze daar leuke kussens hebben. Het is een beetje donker nu, maar ik heb dus roze kussentjes gekocht. Hier op deze stoel heb ik eentje. Die is van Sustraine Grene. Dan heb ik hier nog eentje. Die kun je hier echt niet goed zien. Maar dat is ook een oud roze kleur. Van Velours. Die is van Sissy Boy. En die heb ik dus hier op de bank. En dan heb ik hier nog eentje. Ik laat zo meteen morgen, of ik laat het morgen nog wel even een keer in daglicht snel zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga nu even koken en dan gaan we vanavond misschien de stad in. Ik wil wel, maar Leon die twijfelt. Maar goed, we gaan het zien. We gaan in ieder geval eerst even lekker eten en even lekker chillen. En ik zie jullie denk ik morgen. Goedemorgen allemaal, het is zondag en ik ben lichtelijk moe. Het was gisteravond heel gezellig, we zijn even met vrienden de stad in geweest. Jongens, kun je ook even in de vlog? Yes. En ik zal jullie eventjes laten zien hoe de woonkamer er nu uitziet. Dus deze hier en deze. Lekker zondags ontbijtje. Trouwens, ik krijg vet vaak de vraag over deze barcard. En deze heb ik op Marktplaats gevonden. Daar ben ik echt super blij mee. Ik vind het wel jammer dat dit wilde aas. Ik had liever gehad dat hij twee van zulke wieltjes had gehad. Maar dat geeft niet. Hij is wel super leuk. Het is inmiddels, hoe laat is het eigenlijk? Bijna 4:30. En ik ben inmiddels wel gedoucht en mijn haar gedaan en zo. Maar ik heb nog steeds lekker mijn kloffie aan. En ik heb net Rutger, vriend van ons, eventjes naar huis toegebracht en zijn veel te mooie huis bewonderd. Echt heel mooi huis. Hij heeft net allemaal verbouwd namelijk. Maar goed, ik ga niks meer doen vandaag. Jij ook niet denk ik hè, Nors? Nors ook niet. Dus ik denk dat ik bij deze maar de vlog ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat ik een hele week heb gevlogd. Ja, er waren genoeg momenten zoals vandaag dat ik gewoon niks bijzonders heb gedaan, maar ik hoop dat het uiteindelijk een leuke vlog gaat worden. Ik ga nu deze hele vlog editen en mochten jullie het leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En tot heel erg snel. Doeg!